Ik neem jullie mee in de wondere wereld van Jess Jackson. Jess Jackson, advocaat in Amerika, in Californië, is na zijn pensionering en na de verkoop van zijn advocatenkantoor in de wijn gegaan. Deze eigen wijngaard is uitgegroeid inmiddels tot een van de allerbelangrijkste wijnbedrijven van Amerika. Ook in omvang. Inmiddels is het hele imperium 32 wineries verder. Niet alleen in Amerika, maar ook in andere landen vinden we de wijnen van Kendall Jackson. Zijn grootste liefhebberij was Chardonnay. En zijn Vintners Reserve Chardonnay, vandaag de dag met 31 miljoen flessen productie, is de premium Chardonnay van Amerika. Robert Parker gaf hem zelfs 91 punten. Deze Chardonnay vind ik zelf het allerlekkerste bij warme toast en daarop vers gerookte paling. Die hele vette vissoort met zo'n houtgerijpte Chardonnay, waar ook een beetje citrus in zit, is een werkelijk droom om in je mond te krijgen. En ik zou het zeker ook proberen. Maar niet alleen zijn Chardonnays fantastisch, ook die hele typerende Zinfandel. De Zinfandel, die we in Italië ook wel Primitivo noemen, die Zinfandel-druif, zorgt in Californië ook voor een heel eigen karakter.